Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag de Slag om de Sloedam en de overgave in Middelburg. Terwijl de Britse commando's bij Vlissingen en Westkapelle landen, voeren tegelijkertijd de Canadezen een aanval uit over de Sloedam. Het is een hele zware strijd en uiteindelijk moeten de Schotten de Canadezen te hulp schieten. We staan nu hier aan het begin van de Sloedam, aan de Zuid-Beverlandse zijde. Dat is eigenlijk een plekje waar niet veel mensen komen, want hier ligt de A50. En daar komen vaak mensen, maar hier heb je de spoorlijn. En dit is eigenlijk de achterkant van de Sloedam, want wat er hier land is, dat was in de oorlog was dat water. Hierachter ligt het Veerse Meer. Maar hier heb je nog een heel goed zicht hoe het was. Want kijk, je ziet daar de oude zeedijk liggen aan de kant van Walcheren. En dat is eigenlijk die kilometer Sloedam die hier ligt. En je kunt wel snappen, als je hier over moest, dat was gewoon prijsschieten voor de Duitsers. Alle vaten zijn weg. Maar ja, toch hebben de Canadezen een poging gedaan. De eerste poging vindt plaats op 31 oktober, een dag voor de landingen op Vlissingen en Westkapelle. Ja, de eerste dag deden de Canadezen een poging, maar kwamen niet verder dan halverwege. Ze leden zware verliezen en moesten terugtrekken. De volgende dag eigenlijk precies hetzelfde. Pas bij de derde poging haalden ze eigenlijk de overkant, maar werden daar tot staan gebracht. Een luitenant die hier daar steeds gevochten heeft, die heeft na de oorlog een schilderij gemaakt van die gevechten op de Sloedam. Als je goed naar de schilderij kijkt, dan zie je pas hoe hel dat geweest is hier. Nou, we komen aan op de Walcherse zijde van de Sloedam. Net als de Canadezen in 1944. En na die derde poging, als ze hier dus op dit punt zijn, ja, bieden de Duitsers enorme tegenstand. Ze worden zelfs met vlammenwerpers aangevallen met geweergranaten van alles. Ze hadden op dat moment geen luchtsteun, want het was heel slecht weer. Anders had het misschien nog wel gelukt, maar uiteindelijk zijn ze weer teruggeslagen op dit punt. De Canadezen zijn volkomen uitgeput. Een Schotse eenheid moet ze vervangen. Maar hun commandant weigert de Sloedam in deze situatie over te steken. En voert die nacht, 2 kilometer zuidelijker, een verrassingsaanval uit. Hier steken de Schotten het slik van de sloe over. Nou, en dat was hier. Ja, laten we zeggen, 300-400 meter naar links. Maar ja, er is nu sloegebied, dat is helemaal veranderd. Maar hier kan je eigenlijk nog zien hoe het toe was. De Schotten die hingen naar beneden met de canvasboten, moesten eerst over het water. En waar nu het gewas staat, dat groene. Daar was toen slikken en schorren en dan moesten ze nog een kilometer verder naar de Walcherse kant. Nou ja, die Duitsers werden daar eigenlijk volkomen verrast. Zo'n 100 meter van de originele Sloedam staat langs de A58 en het spoor een groots monument. Hier wordt de bittere strijd ieder jaar herdacht. Op 6 november, 3 dagen na de inname van de Sloedam en de verovering van de kustbatterijen van Domburg tot aan Dishoek, rijden Buffalo's, de indrukwekkende amfibievoertuigen van de geallieerden, Middelburg binnen. Hier kwamen ze aan het eind van de middag vandaan. Vanuit de lange file kwamen de Buffalo's die Middelburg zouden bevrijden. Ze waren vertrokken uit Vlissingen met oorspronkelijk 11 voertuigen en via Koudekerken deze kant op gekomen. Ze reden hier de markt op en de Middelburgers begonnen zich spontaan en applaudisserend en juichend rond de voertuigen te verzamelen. Maar de Duitsers deden dat natuurlijk helemaal niet. Die waren oorlogsmoe, gaven zich over, staken de handen in de lucht en gooiden de wapens weg. Ze wisten natuurlijk niet dat er maar 140 geallieerden waren tegen 2000 Duitsers. Een deel van de Buffalo's rijdt door naar de Dam, waar het regionale hoofdkwartier van de Duitse Weermacht zit.
Een paar buffalo's werden hier voor de deur van het Duitse hoofdkwartier, Dam 6, Dam 8, geparkeerd. Ondertussen hadden natuurlijk al heel veel Duitse soldaten zich spontaan overgegeven. Maar de commandant was er nog niet bij en die zat hier. Dus het was van het grootste belang dat generaal Dazer tevoorschijn kwam om zich daadwerkelijk over te geven. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. De Duitse generaal Dazer was iemand van het oude stempel. Hij wilde zich alleen overgeven aan een gelijke, iemand van gelijke rang. Ja, die was er niet, want de Noorse tolk die hier naar binnen ging samen met een Engelse kapitein, die waren respectievelijk luitenant en kapitein. En dat was natuurlijk veel te laag. Wat nu? Men besloot om de bevelhebber van de A-compagnie die Middelburg bevrijdde, Major Johnston, om die te bevorderen. Hij was majoor, maar een paar sterren geleend van een ander uniform, op de epauletten gedaan en er stond een kolonel voor de generaal. Nou, dat was hoog genoeg en Dazer gaf zich over. Twee dagen later, op 8 november, geven de laatste Duitse soldaten zich op het eiland over, in Vrouwenpolder. Daarmee is heel Walcheren bevrijd. De slag om de Schelde ten einde, omdat de vaarroute naar Antwerpen niet langer door de Duitsers onder vuur kan worden genomen. De strijd om Zeeland is dan ten einde. Alleen Schouwen-Duiveland zal tot het eind van de oorlog in Duitse handen blijven. Nu beide oevers van de monding van de Westerschelde in geallieerde handen zijn, kunnen mijnenvegers de Westerschelde opvaren om een vaargeul vrij te maken van Duitse mijnen. En dan eindelijk op 28 november, 85 dagen na de bevrijding van Antwerpen, bereikt het eerste geallieerde konvooi de stad. Toch doen de Duitsers er alles aan om de bevoorrading alsnog te blokkeren. Antwerpen wordt met V1's en V2's bestookt. Maar er verschijnen ook biebers, dwergonderzeeboten, voor de Scheldemonding.